Dankjewel. Ik kijk even of het geluid goed is zo. Hartelijk dank voor deze introductie. Hartelijk dank voor de uitnodiging om hier te mogen spreken op Urk. Sinds enige tijd ben ik actief met Eli Aaron Cohen. Enige tijd zeg ik, omdat ik eigenlijk in de tijd van mijn proefschrift, en dat verscheen in 2004... stuitte ik al voortdurend op Eli Aaron Cohen. Voor mij is hij namelijk altijd al een hele interessante bron geweest als het gaat om Joods leven. En dan met name in het noorden, in Groningen. Hij heeft namelijk het een en ander geschreven over het vooroorlogse Joodse leven in Groningen. Hij is in 1909 geboren. Heeft eigenlijk alles meegemaakt in de oorlog wat je als Jood kon meemaken. Daar zal ik straks nog wel wat over zeggen. En vervolgens heeft hij ook nog een hele lange periode na de oorlog geleefd, tot 1993. Dus als je iets wil weten over Joods leven in het noorden, dan kom je al snel bij Eli Aaron Cohen uit. Dus ik kende hem al heel lang, maar zoals Mart al aangaf, afgelopen jaar stond Eli Aaron Cohen wel bijzonder in de belangstelling, omdat er een brug in Aduard, Eli Aaron Cohen was voor de oorlog huisarts in Aduard, er was een nieuwe brug over het Van Starkenborghkanaal gelegd en die moest een naam krijgen. En er waren wat mensen in Aduard die vonden dat die brug naar Eli Aaron Cohen vernoemd moest worden. Daar heb ik me ook voor ingezet. Nou, die naamgeving die is er inderdaad gekomen, dus ik was bij de onthulling van die naam bij de brug aanwezig. En het toeval wilde dat ik kort tevoren ook de beide kinderen van Eli Aaron Cohen heb leren kennen. Oudste, of de zoon Dan Cohen is een psychiater in Haarlem. En dochter Naomi Cohen is advocaat in Weesp, bij Amsterdam dus. En dat zeg ik er even bij, omdat dat voor mij nieuwe bronnen opleverde. Dus ik heb via de kinderen, heb ik niet alleen 98 brieven gekregen in fotocopie, die Eli Aaron Cohen heeft geschreven meteen na terugkeer. Dus toen hij uit Auschwitz terugkwam naar Groningen, hij arriveerde in Groningen in juni 1945, is hij brieven gaan schrijven aan zijn schoonzus. Hij had eigenlijk nauwelijks familie meer over. Van de 52 familieleden was er alleen nog een neef, Eli Cohen, met wie die trouwens vaak verward wordt. Maar Eli heeft Sobibor overleefd en Eli Aaron heeft dus Auschwitz overleefd. Maar hij had dus eigenlijk op die neef na geen enkele familie meer. Maar hij had wel zijn schoonzus, die op tijd eerst naar Engeland en toen naar New York gevlucht is. Dus naar Engeland kort aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. En daar heeft hij lange tijd mee gecorrespondeerd. Tussen juni 1945 en december 1947 schreef hij gemiddeld zo'n brief per week. In het begin wel twee brieven, later minderde dat wat. Maar dit was voor mij al een hele mooie bron, want ik heb al veel gelezen over Joodse geschiedenis, maar ik heb nooit zo dicht op de huid kunnen zitten van iemand die net arriveerde, terugkeerde uit het kamp, en dan zo open en eerlijk schrijft over wat hem allemaal dwars zit, wat hij allemaal meegemaakt heeft, tot in de details aan toe. Dus dat was al een hele mooie bron. Maar vervolgens kreeg ik ook de correspondentie van vader van 1952 tot 1991. Brieven aan hem gericht. Dus ik heb helaas niet de brieven die hij zelf schreef, maar af en toe heeft hij wel een aantekening gemaakt op zo'n brief. En dat is een enorme bron ook, anderhalve meter qua omvang. En daar ben ik ook door aan het worstelen. En dat bronmateriaal heeft me er ook toe gezet. Ik was aanvankelijk van plan om een artikel te schrijven over Eli Aaron Cohen. Dat artikel is er ook gekomen in het Historisch Jaarboek Groningen. Maar toen ik dit materiaal onder ogen kreeg, dacht ik van, hier moet een biografie uit voortkomen. En daar ben ik nu druk mee bezig. Ik heb twee hoofdstukken inmiddels geschreven. Het zullen er vijf, misschien zes worden. En ik heb het geheel de titel meegegeven. En die ene ben ik. Hier hebben we Eli Aaron Cohen in beeld.
Die zin en die ene ben ik, die heb ik uit een toespraak die Eli Aaron Cohen hield in 1985, toen er in Aduard een oorlogsmonument werd onthuld, waarop alle namen van de omgekomen Aduarders vermeld stonden, waaronder dus die van zijn eerste vrouw en van zijn zoontje Ronnie, die meteen bij aankomst in Auschwitz vergast zijn. En daar hield hij dus een toespraak bij die onthulling. En toen zei hij van, nou, in Aduard woonden voor de oorlog 12 Joden. En nou, daar is er één van overgebleven en die ene ben ik. En die ene ben ik is iets wat eigenlijk voortdurend terugkomt in zijn werk. Dus ook van na de oorlog. Hij heeft veel geschreven, veel artikelen, ook in medische tijdschriften, als hij het over het postconcentratiekampsyndroom had bijvoorbeeld. Maar hij heeft ook veel interviews gegeven, hij heeft een aantal boekjes geschreven. En zijn drijfveer was toch onder andere ook om te laten zien dat hij het overleefd had en dat hij dus ook de plicht had, zo te zeggen, om te melden wat hij allemaal had meegemaakt en hoe die situatie daar in die kampen was geweest. Centraal in die biografie komen wat mij betreft zijn rol als arts zijn. Hij geeft ook zelf aan, het arts zijn is de rode draad in mijn leven. Zonder dat hij arts was geweest, had hij het kamp vermoedelijk niet overleefd. Zo zegt hij dat zelf ook, een beetje cynisch van... arts was het beste beroep dat je kon hebben in het kamp. En Hanna van der Ende heeft ook laten zien in haar proefschrift dat inderdaad relatief veel artsen in Nederland, Joodse artsen, de oorlog hebben overleefd. Dus als je grofweg zou zeggen van, nou, van de Nederlandse Joden heeft zo'n 25% het overleefd, de oorlog. Dus maar een kwart. Voor de artsen geldt dat dat zo'n 60% is. Dus dat is een heel opvallend verschil. Als arts kon je vaak als prominent, zoals dat heette, in de kampen aan de slag en had je betere levensomstandigheden dan de niet-prominente. Cohen groeide op in een heel arm gezin. Vader was kelner. Hij groeide op in de Volkingenstraat, een bovenwoninkje. Onopvallend plaatsje, de Volkingenstraat, voor degenen die dat niet weten, was het centrum van de Joodse buurt in Groningen. Groningen had een van de grootste Joodse gemeenschappen in Nederland. Amsterdam natuurlijk veruit de grootste, maar dan had je Den Haag en dan Rotterdam en dan Groningen als vierde. Dus Groningen was een belangrijk Joods centrum in het land. Het lag dus bij hem in het gezin niet voor de hand dat hij medicijnen zou studeren. Deze bovenwoning, dus boven dit restaurantje, daar leefde hij met zijn zus en zijn ouders. Vader wilde heel graag, vader die dus kelner was, dat hij medicijnen zou gaan studeren. Maar financieel kon dat eigenlijk niet uit. Maar dokter worden, zo citeer ik Cohen eventjes, gold binnen zijn milieu als het hoogst haalbare. Dus met de hulp van allerlei fondsen, gemeentelijke fondsen, een enkel Joods fonds, was het toch mogelijk om medicijnen te gaan studeren. Maar hij moest noodgedwongen thuis blijven wonen, want er was geen geld voor een studentenkamer. Er was ook geen geld om lid te worden van het koor. Dus hij was een wat bijzondere student. En dat heeft hem altijd wat parten gespeeld. Dus hij heeft zich altijd wat geschaamd voor zijn eenvoudige achtergrond. En die schaamte speelt een belangrijke rol ook in zijn verdere leven. Hij zegt regelmatig dingen in de trant van, en nou citeer ik, ik heb nooit goed mijn plaats kunnen vinden in de wereld. Als er al een plek was waar hij zich prettig voelde, dan was het eigenlijk als huisarts in Aduard. Hier nog even een foto, daar is hij wel lid van geweest, van het NZSO, de Nederlandse Zionistische Studentenorganisatie. Hij was dus in theorie een Zionist. Ik zeg daar even bij in theorie, want hij was een van die Zionisten die eigenlijk vond dat het in Nederland voor de Joden allemaal niet zo beroerd was. Hij beweert zelfs dat er geen Joods vraagstuk was. Maar voor die Joden van elders die naar Nederland kwamen, vanuit het oosten, vanuit Polen, vanuit Duitsland, op de vlucht voor pogroms en antisemitisme. Deze mensen moesten op de een of andere manier verder geholpen worden. En dat kon je dan als Nederlands Zionist mooi
doen door daar financieel aan bij te dragen. Nou ga ik een beetje snel. Ik dacht dat ik een fotootje van Aduard had, maar dat is niet het geval. Maar zijn mooiste tijd, dat schrijft hij zelf ook en dat zeggen zijn kinderen die na de oorlog zijn geboren, deze Dan en Naomi. Zijn beste, zijn mooiste tijd was de tijd als huisarts in Aduard. Hier had hij vanaf 36 een plattelandspraktijk. En daar is ook zijn zoontje, Aaron Eli, geboren, Ronnie genoemd. Daar was zijn wereld nog heel, was hij op zijn plek. Maar vanaf 1 mei 1941 moest hij zijn praktijk sluiten in de oorlog. En vertrok hij uit Aduard en ging hij tijdelijk wonen aan het Van Brakelplein 45 in de stad Groningen. Ook weer een klein onopvallend Vlaams huisje. En daar heeft hij een poging gedaan om te vluchten naar Zweden. Er werd hem een aanbod gedaan van, nou, we kunnen je via Delfzijl met een houtschip naar Zweden overbrengen. Kost wel wat, 6.000 per volwassene, 1.000 voor een kind. Geef je sieraden vooraf maar al mee, dan brengen we dat alvast naar het schip toe. Nou, u voelt het al aankomen, dat werd allemaal verraden of dat was allemaal opzet. Dus vanaf het moment dat ze plaatsnamen in die auto die hen naar Delfzijl had moeten brengen, reed de auto even langs het hoofdstation in Groningen. Daar stapte de chauffeur uit en een Duitser met getrokken revolver die stapte in en ze waren gearresteerd. Dus hij was een S-geval, een strafgeval. Dus hij werd na de gevangenis in Amsterdam, waar hij een week of 10 heeft gezeten, werd hij naar Amersfoort gestuurd. Daar heeft hij allerlei verschrikkelijks meegemaakt. Werd uiteindelijk doorgestuurd naar Westerbork, waar zijn vrouw al heen was gestuurd en waar ook het zoontje naderhand naartoe werd gestuurd. En daar werd hij, met veel geluk, werd hij daar een prominent, omdat hij als arts kon hij daar aan de slag. Er was gebrek aan artsen. En daardoor kreeg hij beter eten, betere kleding. Hoefde hij geen zwaar lichamelijk werk te doen. Hij dacht dat de situatie veilig was. Maar uiteindelijk kreeg hij een conflict met een andere arts, Spaniër, die boven hem stond. Zijn vrouw, de vrouw van Eliaren Cohen, had een anti-Duitse opmerking gemaakt. Duitse Joden waren toch degene die daar de touwtjes wat in handen hadden. Daar had zijn vrouw een opmerking over gemaakt en dat was genoeg om hem van de stamlisten, van die bijzondere lijst, af te krijgen. En zo werd het gezin alsnog naar Auschwitz gedeporteerd. En daar werden zijn vrouw en zijn zoontje meteen richting gaskamer gestuurd. Citaat, ik zag mijn vrouw en kind op een vrachtauto wegrijden en wuif ze nog na. Tot straks. Toen we uit de douches kwamen, kwam een Nederlander op me af en die feliciteerde me dat we er nog waren. De rest van jullie zijn allemaal door de pijp, zei hij. Het gekke was, dat geloofde je direct. Mijn vrouw en kind zaten erbij. En dat je dan toch de moed hebt om door te blijven leven, te vechten. Schuldgevoelens hebben zijn leven lang een belangrijke rol gespeeld. Toen hij na de oorlog terugkeerde, heeft hij eerst een aantal interviews gegeven bij het toen nog RIOT, NIOT zouden we zeggen tegenwoordig, over zijn ervaringen. En die ervaringen heeft hij weer gebruikt om zijn proefschrift te schrijven bij hoogleraar Rümke in Utrecht, een psychiater eigenlijk, onder de titel Het Duitse concentratiekamp. Dus daar heeft hij en zijn eigen ervaringen en wat hij zoal meemaakte bij patiënten, waarom gedroegen ze zich, of patiënten bij gevangenen, waarom gedroegen deze mensen zich zoals ze zich gedroegen, welke fase doorliepen zij, welke verklaringen zijn daarvoor te geven, wat voor effect heeft het wanneer je met te weinig voedsel te zwaar werk moet doen, wanneer je onder voortdurende terreur moet leven. Hij heeft dat allemaal geanalyseerd, maar verwerkt daarin ook allerlei persoonlijke ervaringen. Lange tijd had hij het dus relatief goed als prominent in Auschwitz, al moest hij allerlei verschrikkelijke dingen doen. Maar vanaf het moment dat het front naderbij kwam, begon er een voetmars. En zo heeft hij vanuit Auschwitz moeten lopen richting Mauthausen, Melk en uiteindelijk in Ebensee. Dus op 18 januari vertrok de voetmars en uiteindelijk begin april
is hij bevrijd in Ebenzee in Oostenrijk, huidig Oostenrijk. Maar toen was hij dus een zogenaamde muzelman, zo'n geestverschijning, zo'n levend skelet. Bij zijn bevrijding woog hij nog 35 kilo. En kort voor zijn bevrijding heeft hij ook een observatie gedaan die hij later opgeschreven heeft in Melk. In Melk heb ik de grootste sensatie van mijn leven gehad en ik zal nooit die morgen vergeten toen ik mijn gezicht waste met water en plotseling voelde dat ik geen wangen meer had, dat mijn kop een skelet was geworden. Dus hij was een muzelman en hij had ook uitgerekend voor zichzelf hoeveel langer hij het nog vol kon houden, hè, de calorieën die hij verbruikte enzovoort. Dus die bevrijding had ook niet veel langer meer moeten duren. Ebenzee werd hij bevrijd door de Amerikanen. Wat doe je op zo'n moment, schrijft hij dan. Ik heb op die appelplaats gelopen met de armen omhoog. Ik kon dus nog lopen en vrijheid, vrijheid uitgeroepen. En toen bestormden we de SS-magazijnen. En wat nam ik? Ik nam geen eten, ik nam een schrijfmachine, papier, enveloppen, want ik wou gaan schrijven. Heel gek. Naar eigen zeggen heeft Cohen dus de kampen overleefd omdat hij arts was, een prominent. Werkelijk, arts was het beroep voor de kampen. Maar dat leven van een prominent zorgde er tegelijkertijd voor dat hij dus inderdaad met allerlei schuldgevoelens bleef zitten. Citaat, ik heb mijn eigen belang laten overheersen over de belangen van het algemeen of over een principiële eerlijke houding in mijn leven. De weg terug naar het gewone leven bleek dan ook heel lastig. En daar schrijft hij dus uitgebreid over in die 98 brieven, juni 45, december 47. Want in juni 45 keerde hij dus terug naar Groningen zonder vrouw, zonder kind, zonder ouders, zonder schoonouders, zonder werk, zonder huis. En logeerde op twee adressen, één adres in Groningen, in de stad, en een ander adres op een boerderij in Aduard. In Aduard was namelijk de voedselvoorziening aanmerkelijk beter dan in de stad. En op een gegeven moment schrijft hij ook dat hij daar op die boerderij in 1 week 6 pond aan is gekomen. Maar het was een hele trieste ervaring voor hem om terug te keren naar die stad. Ook de Volkingenstraat die was onherroepelijk veranderd. De panden die stonden er allemaal nog, maar de mensen waren verdwenen. Citaat, ik loop door de straten, zie bekende gebouwen, kijk de voorbijgangers speurend aan, maar geen enkele blijde ontmoeting, geen enkele herkenning doet zich voor. Van binnen huilend loop ik door de stad. Einde citaat. In die brieven beschrijft hij zichzelf ook als losgeslagen, een stuurloos schip. En dat illustreert hij inderdaad in die brieven ook wel. Dus hij weet werkelijk niet hoe hij zijn leven weer verder moet laten lopen. Hij drinkt geregeld wat te veel, heeft allerlei affaires met vrouwen. Hij weet eigenlijk niet goed hoe hij verder moet. En omdat hij zo eenzaam was, ook met zijn ervaringen, want er waren natuurlijk maar heel weinig mensen, ook in Groningen die teruggekeerd waren, en al helemaal weinig mensen die uit het kamp teruggekeerd waren, dat vergrootte zijn eenzaamheid. Citaat, ik ben zo verdomd alleen, ben steeds te gast, nooit thuis. Op een gegeven moment wist hij wel dat hij niet langer in Groningen kon blijven. Ik moet hier weg. En Palestina werd voortdurend overwogen. Hij was tenslotte zionist en een van de dingen die hij zichzelf kwalijk nam, was dat hij ondanks het feit dat hij zionist was, al voor de oorlog, dat hij nooit de stap heeft gezet om daadwerkelijk naar Palestina te trekken. En dat heeft hij wel ook na de oorlog keer op keer overwogen, maar elke keer had hij daar toch geen zin in, omdat ja, in Nederland had hij het toch beter. Hij had ook geen zin om daar weer in een soort strijdgewoel terecht te komen. Hij was ook wel een beetje gewend geraakt op een gegeven moment aan het comfort in Nederland. Maar tegelijkertijd, als hij wel naar Palestina was gegaan voor de oorlog, dan was hem veel leed bespaard gebleven. En dan hadden zijn vrouw en zijn kind nog geleefd. Dat neemt hij zichzelf dus geregeld kwalijk. Ischa Meijer heeft hem dat dus ook een keer onder de neus gewreven. Ik geloof dat in 88 of 89 interviewde Ischa Meijer
Eli Aaron Cohen. En vraagt dan ook op de man af, zo van, goh, u was voor de oorlog Zionist. U zegt dat u nog altijd Zionist bent. En na de oorlog was u Zionist, maar u bent nooit naar Palestina gegaan. Waarom niet? En dan is hij heel eerlijk, dan zegt hij, omdat ik een zak ben. Omdat ik meer, omdat ik meer genoot van het leven hier in Nederland dan in dat vreemde land waar ik de taal niet spreek, waar ik het klimaat waarschijnlijk niet kan waarderen, enzovoort, enzovoort. Dus ja, dat heeft hij zichzelf altijd kwalijk genomen. Aan die Florrie, die schoonzus, schrijft hij dus heel veel brieven en dan laat hij ook vaak weten, ik wil weer arts worden. Ik wil weer arts worden die ik was. Ik wil niet langer aan de zelfkant leven. Ik wil er weer middenin, in het volle leven. Anders heeft het allemaal geen zin er door te komen. En dan besluit hij op een gegeven moment, dan is echt een besluit, om zijn leven wat te veranderen en op zoek te gaan naar een vrouw die dan in de praktijk kan helpen en hem weer de rust en de ruimte biedt waar hij zo naar verlangt. En dan hertrouwt hij inderdaad in 1947 met een Duits-Joodse dame. Dat zeg ik er even bij, omdat dat altijd een strijdpunt gebleven is. Hij heeft hele nare ervaringen in Westerbork opgedaan met Duitse Joden, wat ik al zei. Dat was onder andere de reden dat hij naar Auschwitz werd doorgestuurd. Maar hij deelt na de oorlog, deelt die Joden ook in verschillende groepen. En de belangrijkste groep in zijn ogen waren de mensen, de Joden, die de kampen hadden overleefd. Dan had je een groep die in de onderduik het had overleefd, maar dus al hele andere ervaringen had. Maar dan had je ook nog Joden die in het buitenland, in relatieve rust en luxe, die oorlog hadden overleefd. Tot die groep behoorde zijn vrouw die in Zwitserland met haar ouders en haar zus de oorlog hadden overleefd. Dus als er conflicten waren, dan was dat ook altijd, hè, jij begrijpt mij ook niet, want je hebt een hele andere ervaring en eigenlijk heb je helemaal niks meegemaakt in de oorlog. Hè. Dus Auschwitz was iets wat keer op keer terugkwam en wat soms ook als een argument werd gebruikt. Ook naar Florrie, zijn schoonzus in New York, die later trouwens ook naar Palestina zou vertrekken. Af en toe zijn er wat conflictjes over spulletjes die van haar ouders zijn geweest en die nog in Groningen zijn. Eli Aaron die bekommert zich daarover, maar neemt ook een aantal van die spullen mee naar Arnhem, waar die huisarts gaat worden. En zij verwijt hem dat hij die spullen eigenlijk had op moeten sturen, of in ieder geval om toestemming had moeten vragen. En dan is zijn reactie in zo'n brief ook meteen van, als jij ook maar één dag in Auschwitz had gezeten, dan had je zo'n brief niet naar mij geschreven. Dus dat blijft een aspect wat keer op keer terugkeert. En dat is ook mooi of tragisch te zien bij de kinderen zelf, die ik nu een beetje beter heb leren kennen. En Dan Cohen die heeft in Aduard bij de onthulling van de brug ook een toespraakje gehouden, heel mooi, hoe hij als kind opgroeiend in dat artsenhuis in Arnhem die oorlog via zijn vader heeft ervaren. Dus hij is na de oorlog geboren, maar het huis grensde aan het gemeentelijk ziekenhuis in Aduard en daar stonden blijkbaar twee grote pijpen. Nou, die twee grote pijpen, dat was voor Dan, was dat Auschwitz. En Auschwitz grensde dus aan de tuin. En Auschwitz was er iedere dag, want vader had het iedere dag over Auschwitz. Waar vader het nooit over had, was Aduard, het vooroorlogse leven, zijn eerste vrouw, zijn eerste kind. Dus Dan heeft in die toespraak heel mooi laten zien van, Auschwitz was voor ons dagelijkse kost, grensde aan de tuin. Aduard was een andere planeet, daar werd niet over gesproken, dat was een andere wereld. Hij stortte zich op het werk, heeft dus dat proefschrift geschreven, dat voelde hij ook als een plicht. Dat was ook zijn wraak, zoals hij dat noemde, op de Duitsers. Dus dat proefschrift Het Duitse Concentratiekamp, een medische en psychologische studie. En waarin hij dus op zoek gaat naar allerlei medische en psychologische verklaringen voor die gedragingen in de kampen. Niet alleen trouwens van de gevangenen, maar ook van de bewakers, van de SS'ers. En hij vond dit dus een innerlijke noodzaak om dat boek te schrijven. Citaat, ik wilde promoveren en het minderwaardigheidsgevoel dat de Duitsers er jarenlang ingetimmerd hadden overwinnen. Daarnaast was een belangrijke factor dat ik wraak wilde nemen op de SS, op het Duitse volk. Hij begon dus een artsenpraktijk in Arnhem. Dat was een praktijk die stond leeg, of die kon hij overnemen. Maar
En de praktijk liep niet zo goed. Het had ook maar een kleine aantal, ik had maar een klein aantal patiënten. Maar het werk was hem te zwaar. Dus in 1966 kreeg hij een hartinfarct en besloot hij zijn praktijk te stoppen en werd hij schoolarts. Wat hem onder andere parten speelde bij die patiënten, was dat er bij dat diagnostiseren van patiënten allerlei kampherinneringen naar boven kwamen. Citaat: als ik bij een kind kom met verlammingen, dan kan ik er niets aan doen dat ik denk, bof jij even, was je zo in Auschwitz gekomen, dan was je direct de gaskamer in gegaan. Als ik een mismaakte zie, dan zie ik met een onverschillig gezicht de lagerarts Klein bij mij in het blok de kaart van de betreffende man aan de blokschrijver geven. En dat betekende gaskamer. Maar ook op andere momenten kwamen allerlei pijnlijke herinneringen boven. Een kind met dezelfde leeftijd als zijn zoontje Ronnie, die maar 4 jaar is geworden. Komen dan herinneringen aan zijn zoontje naar boven bij het passeren van een trein. Als ik moet wachten voor een overweg en er komt een goederentrein langs, dan zit ik er weer in. Dan word ik opnieuw naar het kamp vervoerd. Altijd, het gaat nooit over. Dus zijn kampervaringen die bleven hem achtervolgen tot aan zijn dood toe. Hij reflecteerde keer op keer in zijn artikelen, in zijn boeken, op wat hem was overkomen. En daarbij spaarde hij zichzelf niet. Dus hij was heel kritisch over zijn eigen handelen in het kamp en zijn eigen passiviteit, bijvoorbeeld ten aanzien van dat sionistische ideaal. Dat had hem dus veel leed kunnen besparen. Hij besloot dus op een gegeven moment zijn praktijk van de hand te doen en begon toen ook onderzoek te doen naar de psychische lange termijn gevolgen van kampervaringen. En daarmee was hij eigenlijk de eerste in Nederland. Er was al veel onderzoek gedaan in Scandinavische landen naar het zogenaamde postconcentratiekampsyndroom, ook wel het KZ-syndroom of het kampsyndroom genoemd. Maar hij heeft dat eigenlijk in Nederland wat op de kaart gezet en heeft ook al die symptomen die daarmee samenhangen, slapeloosheid, angstaanvallen, verminderde fysieke weerstand, paniekgevoelens, emotionele labiliteit, depressieve stemmingen, concentratieproblemen, voortijdige veroudering, terugkerende vermoeidheid, die heeft hij allemaal in kaart gebracht. En hij zat ook in een zogenaamde werkgroep, postconcentratiekamp, die door de Nederlandse regering in 1971 in het leven is geroepen. En hij zette zich vooral in voor de erkenning van de doorstane ellende van deze voormalige kampslachtoffers. En hij ijverde sterk voor een pensioen of een uitkering. En die kwam er dan ook in 1973, de wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 40-45. Wel was het zo, en dat blijft een ingewikkeld aspect, dat die psychische en psychosomatische aandoeningen waren voor een arts vaak heel moeilijk te diagnosticeren en te koppelen aan die kampervaringen. En daarom pleitte Cohen eigenlijk ook voor een omgekeerde bewijslast, zou je kunnen zeggen. De uitkerende instantie moest maar bewijzen dat de klachten niet te maken hadden met die kampervaringen. En die insteek is uiteindelijk ook overgenomen. Hij kwam nog regelmatig in Groningen en heeft zich bijvoorbeeld ook ingezet om van de synagoge die in de jaren 50 was verkocht en waar een wasserij, stomerij, ververij inkwam onder de naam Astra. Nou, die ging in 1973 failliet. En wat moest er nou met die synagoge gebeuren, dat grote mooie gebouw? En de gemeente Groningen had eigenlijk al besloten, of had al plannen liggen, om het gebouw af te breken en daar een appartementencomplex neer te zetten, mooi centraal gelegen. Maar daar kwam toch wel wat kritiek naar voren. En Eliaren Cohen heeft dat ook zeker onder de aandacht gebracht. Hij was ook fel tegenstander van afbraak. En uiteindelijk is het dus gelukt, mede dankzij hem, maar zeker door iemand als Lenny Wolge Salomons, om het gebouw in stand te houden. Want het in stand houden van de shul, van de synagoge, gold in zijn ogen als een ereplicht van de stad Groningen. Dus uiteindelijk werd het gebouw aangekocht en helemaal gerenoveerd. En tegenwoordig is het dus deels weer een shul, klein deel. Daar worden eens in de 2 weken weer diensten gehouden. En de rest is publieke ruimte voor
boekpresentaties, lezingen, concerten, tentoonstellingen enzovoort. Ik denk dat dat ook met het tijdvak te maken heeft. Dus in 81 gingen de deuren van de synagoge weer open. Dat was ook een tijd waarin de aandacht voor de Shoah, voor de Holocaust in Nederland al veel en veel sterker was dan voor die tijd. Dus het idee om synagogen af te breken was toen eigenlijk al een gepasseerd station. Er was een groeiende aandacht voor dat Joodse leven, ook in het noorden. En hij was dan ook buitengewoon ontroerd toen er in 85 deze steen werd onthuld, dit monument in Aduard, met alle namen daarop van de mensen die in de oorlog waren omgekomen, waaronder dus ook de naam van zijn vrouw, zijn eerste vrouw, en van zijn zoontje Ronnie. En hij heeft in 85, zoals ik al zei, daar een toespraak gehouden en daarin haalde hij ook herinneringen op aan zijn artsenpraktijk in Aduard en hoe hij daar met mensen omging. Het was een vooral gereformeerde omgeving, maar juist in die omgeving was er ook veel eerbied voor dat oude Joodse volk, voor het oude volk. En dus hij werd daar zeer gewaardeerd en kon ook opvallend goed overweg met de bevolking daar, de boeren enzovoort. Daar had hij goede contacten. En ze hebben hem ook gesteund. Toen hij dus vanaf 1 mei 1941 zijn praktijk moest sluiten, is hij op allerlei manieren geholpen door mensen in Aduard. In 1992, ik ben bijna klaar nu. In 1992, een jaar voor zijn dood, schreef hij zijn laatste boek, Beelden uit de Nacht. Volgens mij ligt het hier, als ik het wel heb. Ik moet mijn bril opzetten. Ja, dat is zijn laatste boek, een jaar voor zijn dood. Dat heeft hij opgedragen aan zijn tweede vrouw, Margot, en aan de beide kinderen, dus Dan en Naomi Cohen. Maar ook daarin keert hij weer terug naar het kamp en overdenkt hij zijn rol in dat kampleven, de keuzes die hij daar moest maken, hoe hij als verantwoordelijk arts binnen een barak moest zorgen dat iedereen zich koest hield, dat niemand zomaar naar buiten liep. Ja, gebeurde dat wel eens omdat iemand doordraaide of wat dan ook. Ja, dan moest zo iemand, anders werd de hele barak naar de gaskamer gestuurd, dan moest zo iemand een injectie krijgen met insuline, zodat hij stierf. En nou ja, dat beschrijft hij dan ook, hoe hij dat heeft moeten doen en hoe moeilijk dat was voor hem de eerste keer. Maar de tweede keer ging al een stuk makkelijker. En dus hij heeft ook letterlijk mensen de dood in moeten drijven. Hij was ook degene die dus als voormelder moest zeggen, als daar een Duitse arts binnenkwam of stond, dan moest hij over de patiënten zeggen wat ze mankeerden, binnen hoeveel dagen of hoeveel weken deze patiënt of deze gevangene weer aan de slag zou kunnen. En nou, die arts, die SS-arts, die gaf dan het briefje links of briefje rechts. En meestal was het links en dat betekende gaskamer. Dus ja, er hing heel veel af van hoe hij de betreffende gevangenen introduceerde bij de SS-arts. En soms moest hij ze er letterlijk ook de vrachtwagen in helpen die richting gaskamer ging. In 93, op 22 oktober 93, overleed Cohen. En de begrafenis vond in stilte plaats en in de overlijdensadvertentie stonden deze twee regels. Het wordt nooit meer zoals het was. Dat is erg van toepassing op Cohen, dus dat leven in Aduard enzovoort. En dan komt dat, die kampjaren komen daartussen en eigenlijk stond vanaf dat moment alles in het teken van die kampjaren. En hij overleefde en getuigde. Dat is inderdaad al even waar. Hij heeft het overleefd en heeft zijn leven in dienst gesteld om te getuigen van wat hem is overkomen in allerlei artikelen en geschriften. Op 22 oktober 2023, dus over een paar maanden, is er in de synagoge van Groningen een symposium over zijn proefschrift. En zal ook de zoon van Eli Aaron Cohen, zelf psychiater zoals ik al zei, het een en ander vertellen over vader. Maar zullen er ook, het wordt een beetje naar de hedendaagse tijd ook getrokken, van oké, wat hebben vluchtelingen anno nu zoal meegemaakt? En die aspecten, die fasen die Cohen beschrijft in zijn proefschrift,
is daar ook iets van terug te zien in de verhalen die sommige vluchtelingen hebben meegemaakt. Dus dat is ook een deel van de insteek van die middag. U bent allemaal van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. Dat was het verhaal dat ik u wilde vertellen over Cohen.